Lanzarote ligt in de Atlantische Oceaan op 140 kilometer van de noordwestkust van Afrika. Haar luchthaven ligt op 5 kilometer van de hoofdstad Arrecife. Met een oppervlakte van zo'n 850.000 vierkante kilometer en ruim 140.000 inwoners verwelkomt dit unieke eiland ieder jaar meer dan 2 miljoen toeristen. Het klimaat in Lanzarote is subtropisch en droog. De gemiddelde jaartemperatuur is ongeveer 20 graden Celsius. Het volledige eiland werd verklaard als een UNESCO-reserve van de biosfeer en is een van de mooiste en gevoeligste regio's van de Canarische eilandengroep. Groene wijnvelden groeien er op de donkere vulkanische bodem. Indrukwekkende lange stranden. Kleine dorpjes gevestigd in vruchtbare oases. En de meest surrealistische landschappen. Het Montañas del Fuego gedeelte van het Timanfaya-park is het resultaat van een van de grootste vulkanische rampen in de geschiedenis. Dit trage gebeuren, een van de meest indrukwekkende spektakels van de natuur, liet een kwart van het eiland bedekt met een dikke laag lava en vulkanisch as. Heden komen er nog ongewoon hoge temperaturen uit de grond. Andere voorbeelden van de vulkanische activiteit zijn het interieur van de grote krater aan zee, beter bekend als El Golfo, waar een groen meer ligt dat verbonden is met de zee door ondergrondse barsten. Lange gebieden van kustkliffen, baaien en grotten, waar de golven met een ongewone sterkte opbotsen. Vulkanische tunnels onder het zeeniveau, waaruit een mooi binnenmeer gevormd is dat een thuis biedt aan meer dan een dozijn zeldzame soorten. Deze plek, Gameos del Agua genoemd, werd ontworpen door de lokale artiest César Manrique met het doel de natuur en het artistieke werk te harmoniëren. De cactussentuin stelt een ander uitstekend werk voor van de artiest. U vindt er 7200 cactussen op een oppervlakte van 5000 vierkante meter. Het meest karakteristieke werk van Manrique is wellicht de Mirador del Rio, gelegen in het extreme noorden van het eiland. Op een hoogte van 474 meter biedt deze mirador een niet te kloppen panoramisch uitzicht.
zo ver hier vandaan vindt u Aria, waarschijnlijk het mooiste dorpje van Lanzarote. Gebouwd in een wilderige vallei vol palmbomen met schitterende kleuren van verschillende bloemen en planten. Playa Blanca in het zuiden van het eiland was vroeger een vissersdorpje. Vandaag is het een van de meest populaire toeristische dorpen. Hier vinden we de stranden van Papagayo, die worden gezien als een van de beste van het eiland. Een ander heel populair strand is dat van Famara. Een 6 kilometer lang strand met geelgoud zand, beschermd door een spectaculaire klif. Dit is een uitstekende plaats om van een mooie zonsondergang te genieten.